In onze reeks Sterke Tijden bevinden we ons in de kersttijd. Heer, u schenkt ons vrede, want ook ons eigen werk hebt u voor ons verricht. Wat roept dit beeld bij jou op? En wat zou het kunnen te maken hebben met de kersttijd? Een schatkaart. Op weg naar de schat. Op zoek naar de schat. Ah, Treasure Island, Coral Sea, pirates and everything like that. Full of adventure, love maps, wonderful. Probably my favorite one so far. Spontaan denk ik aan de jommekesboeken. Ik heb vroeger heel veel jommekesboeken gelezen. En wel, Jonneke zou ook zo'n kaart gevonden hebben en dan, oké, hoe met Philip Birken en zo, en Rosemieke en Annemieke, hoe moeten wij hier op zoek gaan naar... Er staat wel een piratenvlag bij. Nou, dat vind ik grappig. Jezus de piraat, proberen wij nu iets bij voor te stellen? Wel, Jezus is voor mijn part diegene die het kompas is. Misschien is Jezus niet de piraat, maar het anker? En misschien voor ook af en toe een anker. Diegene die zorgt dat we niet zomaar worden meegenomen door de golven die het leven met zich meebrengt, maar dat we af en toe ook staande kunnen houden, zelfs in de grootste stormen. Ja, dat is ook al wat ik ervoor had gezegd. Hè. Dat is zo, die schatkaart laat mij ook gewoon denken aan, het is een weg dat je aflegt. Maybe it's a reminder to try and use Christmas to find yourself. Maybe you got yourself lost. Somewhere in the year. Maybe Christmas is a time when you need to stop and think of the journey that you've been on, the journey that you're going on, where you are, and what that means to you. And to make a plan. En waarom hebben wij dit voorwerp nu precies gekozen? Gelukkig nieuwjaar! 2021 is begonnen. En we kijken er geweldig naar uit dat dit jaar mooier wordt dan het vorige. En minder mooi wordt dan het volgende. Maar dat is voor over een jaartje. Ik hoop dat u ondanks de beperkte mogelijkheden een mooi overgangsfeest hebt meegemaakt. En dat u vol goede moed en vol goede voornemens zit om van dit jaar een vruchtbaar en rijk jaar te maken. Misschien kan een schatkaart u daar dan wel bij helpen. Zo'n schatkaart, dat is iets speciaals, hè? Het verwijst naar een schat die ooit begraven is. En is dus een contact met het verleden. Maar zo'n schatkaart zit ook vol beloften, want je moet op weg gaan om die schat uit het verleden te gaan zoeken en vinden en opgraven. En dat kost heel veel moeite en engagement. Je moet ervoor gaan. En dat zit in de toekomst. En die schatkaart dient zich nu aan als een uitnodiging om alvast te vertrekken. Prachtig beeld voor zo'n nieuw jaar, lijkt mij. Een jaar waarin we nu eerste stappen willen zetten in een beloftevolle richting, wetend dat er vanuit het verleden ons een geweldige rijkdom wordt aangeboden. Mooi ook dat 1 januari in de kerk het feest is van de Moeder Gods, die zich als zo'n schatkaart aandient. Iemand die ons vanuit het verleden in de richting zet van een beloftevolle toekomst. Mag ik jullie toewensen dat wij samen rond Maria die schat met volle moed mogen gaan zoeken en af en toe het gevoel mogen delen met elkaar dat we die schat ook vinden. Heel veel mensen maken een voornemen voor het nieuwe jaar. Dat ongeveer duurt tot 15 januari voor het helemaal ondergesneeuwd is, gemiddeld denk ik dan. Niet zoveel mensen maken een kerkelijk voornemen.
Zullen we dat eens doen? Wat is uw voornemen voor het jaar 2021 in uw gelovig en kerkelijk engagement? Wat roept deze vraag bij u op, monseigneur? Eerlijk moet ik zeggen dat ik nieuwjaar nooit gebruikt heb om voornemens te maken. Het is om te beginnen al dankbaar zijn dat je er bent en dat je opnieuw moogt beginnen. Voornemens, dat maak ik dan eerder in de vastentijd. En goed, dan moet ik er mijn geheugen ook bij houden dat ik die niet te vlug vergeet. Een voornemen, dat ligt dicht bij een verlangen. En een verlangen, dat is eigenlijk meer, ik hoop niet dat mensen mij een poets bereiden. Dat is iets anders. Maar dat ik een paar verrassingen mag meemaken. Dat er een paar dingen mogen gebeuren waarop ik kan inspelen. Daar beleef ik dan meer plezier aan, denk ik, dan aan een voornemen dat gelukt is. Goed, niet dat ik de voornemens wil ontlopen. Hè. Maar een verrassende ontmoeting bijvoorbeeld, dat zou ik wel willen meemaken. Of eens in een groep komen waar je een goed gesprek mee hebt, hoewel je het niet had gedacht. Ik zou wel eens opnieuw willen komen, bijvoorbeeld in een buitenlandse gemeenschap in Afrika. Of ik zou eens opnieuw naar het Midden-Oosten willen gaan. Is dat een voornemen? Nee. Maar dat is meer een verlangen dat het weer mogelijk zou kunnen zijn. Dus ik hoop niet dat mensen mij een poets bereiden, maar wel dat de toekomst verrassingen in petto heeft. Want die maken het leven boeiend. Kerstmis 2020, dat ziet er zo uit. Corona of niet, de deur van deze kerk staat eigenlijk altijd open. De Kapucijnenkerk op de Ossenmarkt. We gaan eens naar binnen. Het is hier erg rustig nu. Normaal mogen er 4 mensen zijn, maar momenteel is er niemand. Dus kunnen we even ongestoord een filmpje maken. Dona la pace, Signore, a chi confida in te. Dona la pace, Signore.